is mijn snor zo erg? Is het echt zo erg om naar mij te kijken met de snor? Probeer nog één video te doen. Ik beloof dat ik na deze video mijn snor ga scheren. Ik ga hem niet laten staan tot na de examens. Ik vind dat gelijk op, weet ik veel, op een mislukte volwassen of zo. Snap je, die haartjes zijn zo nog niet volwassen. En met mijn babyface dan nog een keer. Het is geen goede combinatie, dames en heren. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Nathanieke. Hey, zit. En vandaag gaan we een heel speciaal verhaal vertellen. Ja, zeker, ja. Het is lang geleden dat ik nog eens zelf iets heb kunnen vertellen van iets waar gebeurd is in mijn leven. Want 90% van de tijd zit ik hier gewoon op mijn kamer video's op te nemen en te... Ja, ik had besloten om nog eens naar buiten te gaan, wat niet zo'n goed idee was, want zonlicht brandt in mijn ogen. Dus ik had besloten om met mijn vrienden nog eens naar de speeltuin te gaan en daar een beetje te voetballen. En dat heb ik gedaan. Ik kan niet voetballen, maar ik heb gewoon meegevoetbald. En het was super leuk, want op een bepaald moment kwamen er hele rare 12-jarige kindjes in de speeltuin zitten. Goeie chillings in speeltuin. Ze waren eigenlijk al heel de tijd rare dingen aan het doen. Selfies aan het nemen en een beetje dom aan het doen. En ja, het was zo cool dat we op een bepaald moment zijn beginnen trappen naar hun met de bal. Oké, het was allemaal leuk. Tot op een bepaald moment dat die mensen ruzie begonnen te maken met een andere groepje 12-jarigen. Ik ga jullie die situatie even schetsen. Dus je had een groepje kinderen die op de speeltuin zaten. En die waren leuk selfies aan het nemen en dingen aan het doen die 12-jarigen doen. Buiten de speeltuin wandelen er ineens twee meisjes en twee jongens. Die waarschijnlijk op een double date waren. En die wandelen voorbij de speeltuin en ineens beginnen die fucking te schelden op elkaar. Ja, vuile hoer, bla bla bla, je hebt die jongen gepijpt, bla sperma. Dus ik sta daar met mijn vrienden te voetballen en wij horen die dingen en wij zien die 12-jarige kinderen en wij denken, what the fuck? Ze zijn 12 jaar. Toen ik 12 was, wist ik niet wat pijpen was. Ik wist niet wat seks was. Eigenlijk wel, maar oké. Die dingen die zij aan het zeggen waren, dat was niet normaal. En alsof het nog niet erg genoeg was, een van die meisjes had gewoon een sigaret in haar hand. Waarom? Genoeg shit over de generatie. Ik heb zelf gefilmd. Het was zo grappig dat ik en mijn vrienden gewoon zijn beginnen filmen en dat wij een beetje Worldstar hip-hop dingen hebben gedaan omdat we dachten dat er geknokt ging worden. Dus als YouTuber, ik nam gewoon mijn telefoon en ik begon direct, oh yeah, filmen, woehoe. En dan heb ik op mijn Snapchat gezet en heel veel mensen hebben dat gezien en dat was wel leuk, denk ik. Dames en heren, Worldstar hip-hop. Wow. Dus zoals ik al zien, dat meisje had haar sigaret in haar hand en ik dacht zo van, yeah, Worldstar hiphop, ze zijn een beetje domme dingen aan het doen. Toen begonnen ze zo te zeggen tegen elkaar dat ze elkaar gingen slaan, maar ze deden dat toch niet en ik dacht dat het fake was. Ik dacht dat ze gewoon onze aandacht wouden en mijn vrienden zeiden dat ze gewoon op mijn Snapchat wouden staan. Dus toen dacht ik, ja, het is gewoon fake, het is gewoon een fake prank. Ha. Dus ik had dat ook gefilmd en ja. Het is fake. Fake. Die man is niet zo aan het toekomen. Toen bleek het dus toch echt te zijn. Dus wij direct met iedereen lopen daar naartoe met de telefoon. Zo, Worldstar hiphop. En toen hebben wij een gevecht meegemaakt van 12-jarige meisjes die op elkaar slaan met handen en handtassen. Yo, yo. Oh, wow. Wow! What the hell? Super heftig! Candice, please stop! Yo! Yo, you guys have to stop! You guys have to stop! World stop! Echt waar, het was super heftig. Wow, het is zo ziek! En wij stonden daar natuurlijk gewoon te lachen en zo. We waren echt maar redelijk veel. Maar dan achteraf was ik toch wel een beetje genomen door het feit dat die mensen op elkaar aan het slaan waren en 12 jaar waren en de hele tijd over seks bezig waren. Dus ik wou weten waarom ze op elkaar aan het slaan waren. Ik heb dat gewoon gevraagd en kijk, het is echt heel raar dat 12-jarige kinderen daarvoor ruzie maken. Ik snap wel dat er daarvoor ruzie gemaakt wordt, sowieso, maar niet op die leeftijd. Ik snap niet dat het kan gebeuren op die leeftijd. Maar oké. Ene meisje had het vriendje van het andere meisje gepijpt in haar kamer en ja, dat was het. Dat was het gewoon. Dat is de reden waarom ze zo boos waren op elkaar. Dan kan je zeggen, ja, dat gebeurt elke dag. Maar niet met 12-jarige mensen! Ik denk dat elke 12-jarige nog niet eens seksueel contact heeft gehad. Dat is ook normaal. Dat is volledig normaal. Maar dan al zo heftige dingen meemaken op 12-jarige leeftijd. What the fuck is going on? We hebben hulp nodig, dames en heren. We hebben hulp nodig. Gaat echt niet goed met die jeugd. En toch hou ik van deze generatie, want ik lach mij echt dood op dit soort dingen. Hilarisch. Dus als ik jullie wijze raad kan geven en je ziet zo'n dingen gebeuren, ga er gewoon naartoe en film dat. Op het einde ben ik er ook tussen gekomen en zei ik een beetje al spillend van, this has to stop. Dat ene meisje liep ook gewoon constant
hand met een sigaret tussen haar hand. Miste alleen nog een kara en dat was het echt gewoon volledig marginaal. Echt zo, heel de tijd wandelen met hier een handtas. Yeah, we have to go. Ze heeft dus wel echt fucking lang gewoon rondgelopen met die sigaret in haar hand. Ze heeft daar niks mee gedaan, echt gewoon in haar hand gehouden. Zo, yeah. Hem gewoon in mijn hand houden, want het is lekker stoer. En ja, toen hebben wij gewoon de voetbal teruggenomen en hebben wij gewoon verder gevoetbald. Ja, dat hebben we gewoon gedaan. En voor de rest hebben we niks gedaan. Voor de rest hebben we gewoon gevoetbald en gechilled. Alleen jammer dat ik niet kan voetballen. Het komt wel met de tijd. Oh, dames en heren, ik hou van jullie. En het leukste van heel deze video is dat ik niet gestruikt kan worden, want ik heb de video zelf gemaakt. Dus het is legit te reageren op 12-jarige kinderen die vechten en roken. Het is geen fucking clickbait. Yes! Oké. Dat was echt een lach. Ik heb net echt gelachen van mijn eigen grapje. Dames en heren, vonden jullie nu een leuke video? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, veel succes met jullie examens als jullie er nog hebben. Laten we hopen dat de Belgen beter spelen dan gisteren. Als ik Italiaanse kijkers heb, sorry. Maar jullie stukken dik. Grapje. Laten we hopen dat België ver komt in het EK. Ik ben Acid. Ik hoop dat jullie het goed doen met examens. En ik zou zeggen, let's fucking go. Of nee, dat is de intro. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bitches. Oké, dat was heel awkward. Ik ga gewoon weg. Doei. Dat was nog awkward. Ik ga nu al die video afsluiten. Oh, wacht maar. Het is niet alleen Overwatch, ook maak ik een PS4 versie van Overwatch. Wat vind jij ervan dat kindjes van 12 jaar vechten in het speeltuin? Ik vind dat niet goed.